Hoi allemaal, daar zijn we weer. Hey, ik heb een paar leuke opdrachten voor jullie, want jullie zijn allemaal zo super hard aan het werk. En ik hou de puntentelling op de computer hier heel erg goed bij. Maar het is ook heel belangrijk om even naar buiten te gaan. Vanmorgen ben ik bijvoorbeeld ook even lekker buiten geweest met de kinderen die dan naar de opvang moeten. En dan gaan we ook even lekker spelen, dingen doen en tikketje, verstoppertje, noem alles maar op. Ik heb op de website bij Doe Dingen. Je hebt de website en dan kun je kiezen tussen rekenen, taal, noem alles maar op. Daar heb ik ook bij Doe Dingen heb ik een buitenbingo gezet. En een heel leuk filmpje en dingetjes om vogels eten te geven in je tuin. Moet je ook maar eens een keer naar het filmpje kijken. Dat staat helemaal bij Home. En ik geef jullie een hele belangrijke opdracht mee. Want ik heb vanmorgen heel veel kinderen aan de telefoon gehad. En een paar kinderen zeiden, juf, ik wil zo graag iemand van de school weer zien, van de klas. Ik zei, ja, dat kan ook wel. Als jullie nou allemaal een filmpje naar mij opsturen van echt niet meer dan 30 seconden. Dan heb ik bijna 15 kinderen. 15 kinderen heb ik dan, als iedereen meedoet. 30 seconden, dan hebben we een heel leuk filmpje waarin jullie iets van jezelf laten zien. Dat kun je doen met die buitenbingo. Bij die buitenbingo staan bijvoorbeeld wat opdrachten die je kunt filmen. En je kunt vogels gaan voeren in je tuin. Je kunt een mop vertellen. Je kunt gewoon even gezellig kletsen, dingen vertellen die jij beleefd hebt. Misschien ben je bij iemand gaan logeren. En dan vertel je dat even in 30 seconden, in 30 tellen. En mama die, of papa of wie dan ook, die filmt dat even. Stuur het naar mij op. Dan maak ik daar één filmpje van en die zet ik dan op de website. Na de coronaperiode haal ik alles weer van de website af. Is het ook allemaal verdwenen weer. De website kan alleen maar gevonden worden als je hem bovenaan intypt en niet via Google. Dus dat is ook wel weer handig. Dus maak een leuk filmpje. Net zoals ik eigenlijk nu doe. Of dat een leuk filmpje is, weet ik niet. Maar ik maak een filmpje. Dus maak er iets leuks van. Dus dat is de opdracht voor deze dag, deze week. En dan krijgen jullie morgen iets te horen. En dan hoop ik jullie deze week ergens eventjes te zien. Maar dat vertel ik morgen in een filmpje. Oké, doei doei. Succes met de filmpjes maken.